Ja, welkom. Jeroen Blekemolen hier vanuit Brazilië, São Paulo, Interlagos. Prachtig circuit wat we natuurlijk kennen van de Formule 1. En ik ga dit weekend ook racen daar. Derde keer voor mij al in de Brazil Stock Cars. Een hele mooie klasse. Vergelijk het maar een beetje met de DTM zoals we die in Europa kennen. Eigenlijk alle toppers aanwezig. Je ziet hier al de namen Barrichello staan. Rubens rijdt hier met zijn zoon en dat is heel gaaf. Normaal rij je alleen in deze klasse, maar speciaal voor deze wedstrijd moet je een tweede rijder nemen. En daar ben ik dus ook voor gevraagd. Ik rijd voor het team van Full Sports. Daar rijdt onder andere ook Barrichello. Dan lopen we even door naar mijn garage. Dit is mijn auto. Het is een buischassis. Dat houdt in dat alle auto's eigenlijk relatief gelijk zijn. Er zit een andere body over. Wij rijden met een Toyota, maar er zijn ook andere merken die hier aan de start staan. Ik rijd samen met Rafael Suzuki. Hele ervaren man. Vorig jaar ook een race gewonnen. Als we eentje verder kijken, die hoort ook nog bij ons team. Tony Canaan, natuurlijk een legendarische IndyCar held. En Pietro Fittipaldi, die nog voor Haas in de Formule 1 heeft gereden. Dus ja, je ziet het al, namen genoeg. Er rijdt hier ook een Nelson Piquet, een Ricardo Zonta, noem maar op. Dus dit is echt de top van de top van Brazilië. En het is super gaaf om daar weer bij te zijn. Ik heb hem dus al twee keer eerder gereden. In 2014 ben ik hier tweede geworden. Bijna de race gewonnen voor Team Shell, was heel gaaf. Je ziet het al, iedereen heeft grote sponsors hier. Er zit veel druk achter. En het is gewoon echt serieus racen. 30, 32 auto's, al jarenlang. En allemaal professionele autocoureurs, geen één amateur ertussen. En dat zorgt voor heel mooi racen. We gaan ons klaarmaken. Ik heb een stoel gemaakt. Ik rijd de tweede race op zondag. De eerste race wordt door de vaste rijders gereden. En ik mag dan echt mijn eigen race rijden. De top 10 wordt daarbij omgedraaid. Dus wordt mijn team dan toevallig eerst. Heb je de pole position. En verder eindig je of start je gewoon op de uitslag van hun. Nou, ik heb er heel veel zin in. We gaan kijken of we voor de bekers kunnen gaan. Het is mega competitief, maar gaaf om hier weer bij te zijn. Misschien een beetje regen. Dat zien we natuurlijk wel vaker op Interlagos. Maar dat mag de pret niet drukken. Ja, om het racen nog spectaculairder te maken hier in Brazilië, hebben ze een push to pass. En je ziet hem hier op het raam staan. De fan push. Dat houdt eigenlijk in dat als er genoeg fans op je stemmen, dat je eentje extra krijgt. In de auto, we gaan even door het dak naar binnen, zit een knopje. En daarmee activeer je de push to pass. Die zie je daar op het stuur staan. Ook de anti-robbers die we kunnen verstellen. Verder natuurlijk veel informatie in die auto. En het grappige is met die push to pass. Dan krijg je 50, 60 pk erbij. Dus dat is echt heel veel. Dat voel je letterlijk in je rug als je die indrukt. Ze hebben het zo gedaan dat je hem indrukt voor de bocht, voor de laatste bocht. 5 seconden later wordt hij dan geactiveerd. En dan heb je het hele rechtstuk ongeveer, heb je dat extra vermogen. Een ander grappig dingetje is dat hij dan een rondje niet werkt. Dus als jij net iemand hebt ingehaald, maar diegene achter jou of voor jou, die heeft dat nu nog steeds over, dan pakt hij jou weer terug. Dus daardoor is het race hier heel, moet je heel slim zijn. Normaal gesproken, als iemand hem niet gebruikt, dan rij je hem ook echt voorbij. Dus vaak gebruik je hem tegelijk. Maar kan je nou net zorgen dat je hem niet gebruikt hebt, dan kun jij de volgende ronde en dan kun je iemand inhalen. Zeker met safety car starts is dat natuurlijk heel erg spannend. En 50 pk extra, dat is echt enorm. Die auto's hebben zo'n 500 pk, dus 10% vermogen erbij. En dat schiet lekker op, dus dat zorgt in ieder geval voor dat we veel mooie inhalacties gaan zien.